Voor dit project ga ik naar deze. Je gaat namelijk met de sensor ga je iets herhalen. Voor deze sensor, dit is een voorbeeldje, heb je dit blok nodig, het herhaalblok. Daarvoor moet ik ook natuurlijk de richting, het loopding pakken. Oh, daar is die al. Die zetten we ertussen. Wat er nu moet gaan gebeuren is, die moet aan. En die hoeft geen tijd in te geven, want dat gaat hij nu zelf bepalen. We nemen wel even de snelheid weer terug. 21, 23 is het geworden. En dan kunnen we hier naar onbeperkt. Dan gaat hij onbeperkt herhalen. Dat willen we niet hebben. We willen hebben dat hij op een sensor gaat reageren. Je klikt erop en je ziet dat je hier de ultrasone sensor hebt staan. En we kiezen een afstand in centimeters. Die komt dus nu te staan op kleiner dan. En dan staat hier 50. Als je hier gaat kijken, naar dit schermpje hieronder, kun je zien wat de sensor doet. Die is aan het meten nu. Hij heeft namelijk hij ziet iets voor zich staan. Dat is hier het middelste poortweergave. En dan kan je zien wat hij doet. Ik ga deze even terughalen naar bijvoorbeeld 7 centimeter. Dan moet je bedenken wat hij erna gaat doen. Dus dan pakken we weer een blok. En dan zeggen we tegen het blok, je moet nadat je dit gedaan hebt, moet je bijvoorbeeld heel eenvoudig uitgaan. Je moet hem echt zeggen wat gaat gebeuren. Nou, we gaan hem uitproberen. Daar gaat hij. En hij staat stil op de plek waar we hem willen hebben. Nu kun je verder gaan met het programma. Je kan hem ook een bocht laten maken of dat soort zaken allemaal. Succes ermee!